Welkom allemaal bij deze Engelenboodschap voor donderdag 27 april. We gaan meteen kijken welke boodschappen eruit mogen komen. Ik ga beginnen met een aantal affirmatiekaarten van de Soul's Journey. En kijken welke affirmatie wij mogen ontvangen. Voor donderdag 27 april, universum. Donderdag 27 april 2023. Welke boodschap, welke affirmatie mogen wij ontvangen? Donderdag 27 april. Ja, dankjewel. Eerste kaart. Zorgen. Worry. Ik leer dat me zorgen maken niet verandert aan de uitkomst. Dus probeer die zorgen wat los te laten, want dit verandert niets aan de uitkomst. Dan hebben we de kaart service. Ik voel me goed wanneer ik anderen kan helpen. Ik voel me goed wanneer ik anderen kan helpen. En dan hebben we er drie. Nou, we nemen ze alle drie mee. We hebben eerlijkheid. Ik kan niet altijd de waarheid van anderen verwachten, maar wel van mezelf. Dus donderdag of de komende periode een tijd van eerlijk zijn naar jezelf. En dan hebben we failure, een fout, een mislukking, falen. Ik begrijp dat een fout alleen een mogelijkheid is om te leren. Dus neem jezelf niets kwalijk. Fouten maken, ja, dit gebeurt om van te leren. En daar kun je van leren en dat kun je meenemen en het de volgende keer op een andere manier aanpakken. Dan hebben we nog de kaart doubt, twijfel. Ik laat mijn, ja, mijn... Je wil alle antwoorden weten. Probeer dat los te laten. Je kunt nooit alle antwoorden van tevoren weten. Dus probeer het los te laten. Is de boodschap van de Soul's Journey. Dan gaan we de elfen orakelkaarten schudden. En kijken welke boodschappen we mogen ontvangen van de elfen voor donderdag 27 april. Donderdag 27 april, universum. Donderdag 27 april. Wat is de boodschap van de elfen? Welke boodschap mogen wij ontvangen van de elfen? Verloren en gevonden. Nou, die komt er de laatste tijd vaker uit, deze kaart. Dankzij de verloren en gevonden elf zul je vinden wat je eens had verloren. Soms kan ze je helpen dingen te vinden waarvan je niet eens wist dat je ze kwijt was. Dus het kan zijn dat je donderdag iets gaat vinden wat je kwijt was of waarvan je niet wist dat je het kwijt was. Onder op het dek hebben we de kaart schijn vanuit je hart. Het uiterlijk is maar schijn. Ware schoonheid komt van binnenuit en dit moet je nu laten zien. Het is tijd om jezelf te accepteren en je ware schoonheid te laten zien. Schoonheid komt van binnenuit. Ja, helemaal mee eens. Schijn vanuit je hart. Het uiterlijk is maar schijn. Jullie mogen een vraag in gedachten nemen. Ik ga de engelen antwoordenkaarten schudden. Dus herhaal je vraag voor jezelf en we gaan zien wat het antwoord van de engelen is op jouw vraag. Universum, engelen, welk antwoord kunnen jullie geven op de vraag die men zich op dit moment stelt? Wat is het antwoord op de vraag die men zich op dit moment stelt? Wat is het antwoord op de vraag? Oh, romans, romantiek, relatie. En we hebben de boodschap over een jaar. Over een jaar, onder op het dek. Dus kijk hoe dit resoneert met de vraag die je gesteld hebt. Draai hem nog even om, over een jaar. Ik leg hem hier neer, ja. En dan ga ik de tarot schudden. Influences of the angels. Universum, wat is de boodschap? Nou, de zegenwagen wil meteen eruit komen. Kreeftenergie. Een andere richting kiezen, moedig zijn, een eerste stap durven zetten, iets achterlaten, de controle terugnemen. We gaan het zien. Donderdag 27 april 2023, wat is de boodschap? Wauw! Harmonie, wensvervulling, een volgende stap zetten, een nieuwe fase. En dit kan te maken hebben met je roots, je huis, gelukkig nieuws ontvangen.
iets te vieren. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met een feest, een verlovingsfeest, een bruiloft waar je wellicht voor uitgenodigd wordt of naartoe gaat de komende week. Maar dit is een hele mooie energie van succes behalen. Een wens die in vervulling gaat. Je gelukkig voelen, vreugde. Hele mooie energie voor de donderdag. Om mee te beginnen, wat mogen we nog meer ontvangen? Onder op het dek zie ik de doodkaart liggen. Dus een bepaalde periode wordt afgesloten. Wat mogen we nog meer ontvangen? Voor donderdag 27 april 2023. Donderdag 27 april 2023. Oeh, daar hebben we de zware 2. Het kan te maken hebben met een keuze. Een grote verandering waar je een keuze in wil maken. Je ziet nog niet waar het schip zal stranden, waar het toe zal leiden. Dit is iemand die een blinddoek draagt, de situatie niet ziet voor wat het is of niet wil zien voor wat het is. Dit kan ook te maken hebben met het blokkeren, je terugtrekken in jezelf. Je bent aan het nadenken, je bent je zorgen aan het maken, hebben wie hier liggen, twijfels. Maar probeer, die drive om de antwoorden te weten los te laten. Kijk, zwaarde 8, zwaarde 2 en de zwaarde 8. En samen is dit een zwaarde 10. Zwaarde 10 is het einde van een moeilijke periode. Dus dit kan te maken hebben met een moeilijke periode die je gaat afsluiten. Kijk, en dit is waar je naartoe wil, de staven 4. Maar deze kaart kwam er als eerste uit. Dus een hele mooie energie. Onder op het dek. Koningin van Staven, ram, leeuw, boogschutter energie. Iemand die doelen heeft, doelen achterna gaat, zich vastbijt daarin, de controle wil houden over een situatie. Iemand die heel zelfverzekerd is, optimistisch en ook heel creatief. Maar met die zwaarde 8 en de zwaarde 2, de zwaarde 8 kan staan voor angsten. En dit kan te maken hebben met negatieve gedachten. Het gaat me niet lukken. Ik ga niet die staven 4 bereiken. Succes, promotie kan het mee te maken hebben. En het kan te maken hebben met een doel wat je hebt. Of iets waar je je creativiteit in legt. Maar de koningin van staven. Een hele gedreven, temperamentvolle persoonlijkheid. Iemand die anderen kan inspireren. En dit kan te maken hebben met je carrière, met je werk. Ik voel me goed wanneer ik anderen kan helpen. Universum, waarom ligt hier de koningin van staven onder op het dek? De koningin van staven. Dat is algemene energie. Koningin van staven. Pentakel 6. Geven en nemen. Waar geef ik aan? Om het gewenste resultaat te bereiken. Nog een kaart voor de koningin van staven. En het heeft te maken met iets wat je wenst, waar je op hoopt. De ster is een kaart van wensvervulling. Hoopvol zijn, maar ook healing. Er moet balans komen in de situatie en er moet voor jezelf helderheid komen over waar liggen mijn prioriteiten, heb ik het gevoel, met de pentakel 6. Waar ga ik aan geven? De aas van staven. Kansen, mogelijkheden. En het kan weer met werk te maken hebben, dat er kansen en mogelijkheden op je pad komen. Goed nieuws. In een werksituatie. Dit kan ook voor heel veel passie en lust staan. Dus het kan ook staan voor een relatie. Zeker met de staven 4. Een relatie naar een volgend level tillen. Naar een level van stabiliteit, zekerheid. Samen iets opbouwen. Waarom ligt hier de staven 4? De staven 4. Waarom ligt hier de staven 4?
Octaven 4. En de twee kaarten die eigenlijk ook... Ja, de kleine arcana kaart. Kelke 8. Komt voor de kluizenaar. Healen. Een innerlijke zoektocht. Innerlijk licht schijnen met de kluizenaar. Je terugtrekken. En de kelke 8 heeft ook te maken met hele diepe emoties. Je emotioneel ergens van terugtrekken. Wat je niet gelukkig maakt. En je hoopt op een nieuw begin. Geluk iets op te bouwen. Het is nodig om een bepaalde situatie daarvoor achter te laten met de kelke 8. En ik zag net de doodkaart onder op het dek. Dus om je geluk te vinden, die stabiliteit, staven 4. De vier pijlers van ja, een huis. Wauw. Aas van pentakels onder op het dek. Weer een aas, een nieuw begin. De azen staan voor een nieuw begin, staan voor kansen, mogelijkheden. Dit is een gouden kans. Iets wat solide is, een vaste relatie wellicht. Of een kans op het gebied van ja, werk, carrière. Iets wat je financieel ook vooruit brengt. Koningin van Staven, weer onder op het dek. En dat is een go-getter. Waarom ligt hier dan de zwaarde 2? De zwaarde 2. En ja, de koningin van Staven wil die controle houden. En het is nu misschien nodig om de controle wat los te laten. En ben niet bang om fouten te maken. Zwaarde 2. Het is misschien nodig om je tijd beter in te delen. Ja, de zwaarde 5. Je wil geen fouten maken. Of je hebt misschien het gevoel een foute keuze te hebben gemaakt in het verleden. Maar dit is ook iemand die alles tegelijk wil doen. 5 zwaarden tegelijk wil tillen. En ja, de mensen op de achtergrond is het niet gelukt. Die hebben het opgegeven. Dat is een kaart van ja, het opgeven. Maar deze persoon die staat voor willen winnen, kosten wat het kost. En ik heb ook het gevoel, dit kan ook staan voor een verlies. Of voor conflicten. Maar ik heb het gevoel dat het in deze situatie staat voor een bepaalde werkwijze. Alles tegelijk willen doen, willen winnen, kosten wat het kost. Maar nog geen resultaat zien. En we hebben hier het oordeel. En dit is met compassie terugkijken naar het verleden, met vergeving. Leren van je fouten. En een nieuwe start maken. Waarom ligt hier het oordeel? Kijk, deze mensen die staan in doodskisten. Dus ze staan nog in de huidige situatie en reiken naar de hemel. En ja, dat is de toekomst. Dat is het nieuwe leven. Waarom ligt hier het oordeel? Het oordeel. Wauw. En ook een hele spirituele kaart. Je wordt beschermd. Aarsengel Michael op de gematigheid kaart. Heb geduld. Heb geduld. Is de boodschap met deze kaart. En doe het rustig aan. Doe het kalm aan. Met die energie van willen winnen, kosten wat het kost. Overal voorbij rennen. Misschien geen tijd meer hebben voor andere dingen of andere personen die belangrijk zijn. Verwaarlozen omdat je heel hard ergens aan het werken bent. Een bepaald doel. En je wil die controle niet loslaten. Maar de boodschap is, doe het kalm aan. Heb geduld. Matigen. En zorg ook goed voor jezelf. Neem ook je rust. De hoge priester. Toewijding. Contracten. Dit kan staan voor het huwelijk. Dit kan staan voor dingen leren. Gaandeweg, door je fouten die gemaakt zijn. En met de zwaarde 5 spijt hebben van verkeerde beslissingen die gemaakt zijn in het verleden. Waar je nu op terugkijkt.
Neem het jezelf niet kwalijk. Van je fouten leer je. Dit is een energie van leren, onderwijs. Dit is een mentor, de hoge priester. En ben niet te hard voor jezelf. Probeer die controle wat los te laten. Heb geduld. Waarom ligt hier de zwaarde 8? Je hebt het gevoel vast te zitten, niet vooruit te komen. 2 stappen vooruit, 3 stappen achteruit. Het gaat me niet lukken. Ik ga niet komen op het punt waar ik wil zijn. Maar met de zwaarde 8 is het ook een kwestie van, kijk, durf eerlijk te zijn naar jezelf. En dat hebben we hier liggen. Beide personen op de zwaarde 2 en de zwaarde 8 dragen een blinddoek. Willen de situatie misschien niet zien voor wat het is. Blijven hangen in negatief denken. Het gaat me niet lukken. Ik ga niet vooruit. En dat is al een energie van zelfsabotage met die zwaarde 5 eronder. Probeer een situatie niet te saboteren. En kijk, ben heel duidelijk voor jezelf. Wat is het belangrijkste? Wat zijn mijn prioriteiten? In plaats van heel veel aandacht, energie te geven aan 10 dingen tegelijk. Kun je beter richten op 1 ding. Wat zorgt voor resultaat. Waarom ligt hier de zwaarde 8? En over een jaar van nu zul je hele grote veranderingen zien. Waarom ligt hier de zwaarde 8? De zwaarde 8. Kijk, ik zei net, de zwaarde 2 en de zwaarde 8 is samen de zwaarde 10. En wat komt nu tevoorschijn? De zwaarde 10. Kijk, en dit is iemand die door een diep dal is gegaan. Die van alles heeft meegemaakt met de zwaarde 10. 10 zwaarden in zijn rug, is gevloerd. Maar dit is ook een kaart van een einde. Een einde van een moeilijke periode. Een einde van een pijnlijke periode. En dan na dit einde, na alles wat je meegemaakt hebt, zullen er weer zegeningen binnenkomen. Er gaat weer licht schijnen. De zon gaat weer schijnen. Er komen weer nieuwe mogelijkheden. En dat hebben we hier liggen met die aas van staven en de aas van pentakels. Nog een kaart voor de zwaarde 8. Over een jaar ziet alles er heel anders uit. De 1. Pentakels staan voor een jaar. Waarom ligt hier de zwaarde 8? De zon. Kijk, wat zei ik nou met die zwaarde 10? Na die moeilijke periode gaat de zon weer schijnen. Helderheid, vrijheid, bevrijding, kinderen, nieuw begin, positiviteit, je weer lekker in je vel voelen, energie krijgen, een nieuwe start. En ik heb het gevoel dat er over 4 weken, binnen 4 weken al een grote verandering zal plaatsvinden. Waarom ligt hier de zon? Je harde werk zal beloond worden. Alleen je ziet het op dit moment nog niet. Pentakels 8, dit is ergens aan werken. Werken aan je skills, werken aan je talenten. Werk doen wat voldoening geeft. Waarbij je anderen kunt helpen. Wat niet alleen voor jezelf voldoening geeft, maar wat ook voldoening geeft doordat je andere mensen van dienst kunt zijn of kan helpen. En dat hebben we hier. Nog een kaart voor de zon. Werken aan je financiële situatie. En ook die zal dus verbeteren. Met de zonkaart, de pentakels 8. Hoge priesteres. Het kan zijn dat je iets doet. Ja, iets spiritueels. Maar dit is de hoge priesteres. Ze staat neutraal, kijkt neutraal naar een situatie.
En vertrouwt op haar intuïtie. Houdt haar emoties binnen. Vertrouwt op haar gevoelens. Vertrouwt op haar intuïtie. En weet dat inderdaad hard werk beloond zal worden met die pentakels 8 en de zonkaart erboven. Dus vertrouw op je intuïtie en laat je gevoel, je intuïtie niet door je verstand, door je denken, negatief denken, beïnvloeden. Ja, dat gevoel van vast te zitten, 2 stappen vooruit, 2 stappen achteruit, daar komt een einde aan. Alleen kun je het op dit moment nog niet zien. Kijk, die zon gaat weer schijnen met de zonkaart. Vertrouw op je intuïtie. De dingen die nu nog niet helder zijn, daar komt helderheid in. De hoge priesteres is ook een kaart van iemand die geheimen kan bewaren. Dus dit is ook iets wat niet helder is. Waar ligt hier de hoge priesteres? De hoge priesteres. Waar ligt hier de hoge priesteres? De zegenwagen. Zegeningen. Succes behalen. En dit is iemand die gedreven is, die de controle neemt, die hard werkt. En ook weer een kaart van balans. Dus een kaart van moedig zijn, durf hebben. En heel daadkrachtig. Klaar zijn om alle uitdagingen op je pad aan te kunnen. En dan hebben we inderdaad weer het verstand, de gedachten, spijtgevoelens, schuldgevoelens, nachtmerries, slapeloze nachten. Waarom ligt hier de aas van staven? En nog een aas. De aas van kelken. Ja, dit kan met liefde te maken hebben. En je kunt je misschien afvragen wanneer komt die serieuze relatie mijn leven in. Probeer dat nadenken, je zorgen maken los te laten. Waarom ligt hier die aas van pentakels? Er komt een nieuwe relatie. 3 azen. 3 keer een nieuw begin. En de enige aas die nu op dit moment mist, is de aas van zwaarden, een doorbraak in een situatie. Assertief zijn, actie durven ondernemen, helderheid krijgen, een inzicht. Dus je gaat inderdaad van de energie zwaarden 2, zwaarden 8, negatief denken in het hoofd zetten. Het gevoel hebben niet vooruit te komen, niet te zien wat een situatie zal brengen, nog niet, geen succes zien. Ga je naar de zwaarde 10, die periode wordt afgesloten en we hebben de zonkaart. Dus daar gaat een doorbraak plaatsvinden. De aas van zwaarde mist die doorbraak, assertiviteit met de zegenwagen. Erop vertrouwen dat er inderdaad succes zal zijn op het moment dat je de stap zet, keuzes gaat maken en die energie van blijven denken. Kijk, we hebben dus de zwaarde 2, zwaarde 8, zwaarde 9, zwaarde 10. Je zorgen maken met de zwaarde 9 hebben we hier liggen. Bang zijn om fouten te maken of een foute beslissing die nog steeds je dwars zit. Een situatie niet zien voor wat het is. Dagdromen, de kelken 7, meer informatie nodig hebben en weer die kaart van vastzetten. En dan hebben we de pentakel 7, terugkijken, wat heb ik geïnvesteerd, waar ga ik in investeren. Alsmaar door blijven gaan ook, zonder je tussentijdse winsten te vieren. Maar het is nu tijd om een volgende stap te zetten. Ja, om de controle te nemen, een situatie objectief te bekijken, het grotere plaatje zien en actie ondernemen. Go-getter. Gedrevenheid, passie, je vastbijten in iets. Dit is de koning van staven. We hebben de koningin van staven al hier liggen.
ja, andere mensen inspireren met de koning van staven. En dit is iemand, ja, ik heb dit voor ogen en dit is wat ik zal krijgen. Heel zelfverzekerd, charmant. Werken aan je pentakels. Focus op jezelf, op de doelen die je gesteld hebt. En dan zal er inderdaad ook met het Rad van Fortuin, wanneer de tijd klaar is, ja, zal er het fortuin ook binnenkomen als het te maken heeft met geldzaken, financieel succes. Maar er komt een einde aan vertragingen. En een einde aan in je hoofd zitten, je zorgen maken. En ja, voor sommigen heeft het te maken met mogelijkheden, kansen die er binnenkomen. Iets wat je heel blij maakt. Iets waar je hard voor hebt gewerkt. Iets waar je op hoopt. Iets wat je wenst. Eindelijk de nieuwe start kunnen maken. Iets wat me gelukkig maakt. Iets waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. En iets wat ook stabiliteit biedt tegelijkertijd. Waarom ligt hier die Aas van Pentakels als laatste kaart nog? Gerechtigheid. Aas van Pentakels. De gerechtigheid is een kaart van evenwicht, balans. Er komt balans in een situatie. En dat kan je financiële situatie zijn. Maar dit is ook een kaart van assertief zijn, beslissingen maken en eerlijk zijn naar jezelf. En dan hebben we de pentakels 9. Ja, iemand die heel succesvol is, financieel onafhankelijk. Kan genieten van luxe. Wel gefocust is op zichzelf. Ambitieus, gefocust is op carrière. Zekerheid, stabiliteit. Maar ook gefocust kan zijn op het materialistische. Zeker onder die aas van pentakels. Ben eerlijk naar jezelf. Waar ga je aan geven? Wat is belangrijk? Want we hebben hier wel de staven 4 liggen. Wat te maken kan hebben met je basis, je roots, je gezin. Dus ben je zo hard aan het werk dat andere dingen erbij inschieten. Tijd, aandacht voor je gezin. Dan vraag jezelf af. Ben eerlijk naar jezelf. Wat is voor mij het allerbelangrijkste? Kijk, de koningin van staven heeft ook een groot hart. Een groot hart voor haar geliefde. Maar er is ook iemand die de controle wil houden, doelen voor zichzelf stelt. En soms, ja, die doelen nummer 1 maakt. Dus, en het kan heel moeilijk zijn om een combinatie te vinden. Je toewijding gaat meerdere kanten. Je hebt een toewijding naar onder andere je familie, je gezin. Maar ook naar je werk, je carrière, je financiële stabiliteit. En dat kan een hele moeilijke combinatie zijn waarover je in je hoofd zit. Dus, en je bent je energie, je aandacht aan het verdelen onder, ja, verschillende dingen. Dus ja, met die pentakels 8, krijg voor jezelf helder, wat is het, hoe zie ik mijn toekomst en waar ga ik aan geven? Waar geef ik mijn energie en mijn aandacht aan? Wat is het belangrijkste? Dat is eigenlijk de boodschap. En ik zie dat jullie hier helderheid in zullen krijgen. Ja, en je krijgt helderheid in datgene wat je wil manifesteren. Dus dit is mijn boodschap. Als het resoneert, geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal mocht je het leuk vinden. Persoonlijke readings kunnen aangevraagd worden. Maar die zullen dus in de week van 8 mei ingepland worden. In verband met de vakantieperiode. Nou, ik wens jullie heel veel liefde en licht. En tot de volgende keer. Dag!